Beste vrienden, ik wil met jullie even stilstaan bij iets heel tragisch. Het is echt heel, heel erg, want er zijn slachtoffers gevallen van de singleplayer naar multiplayer glitch en nu kunnen zij niet meer online. En voor jullie jongens, deze ode. Sterkte. Maar voor de vrienden die toch online willen komen, heb ik nog één tip. Yo, kijk gewoon mijn video, vrienden! Ta-ta-da. Vriendjes en vriendinnen. Ik zeg, yo gasten, welkom terug bij Daddy Cool. Yeah, welkom terug bij Daddy Cool. Yeah. Op vierde kerstdag, vijfde kerstdag. Maar god, wat is het eigenlijk? Maakt allemaal niet uit. Hey, wat is er aan de hand? Er is een director mode glitch aan de gang. En die director mode glitch is, daar zit wel een groot nadeel aan. Want je kan namelijk je downloaded save data tijdelijk kwijtraken en dan kan je niet meer online komen. Maar daar is een klein trucje voor en die ga ik jullie laten zien. Ik ga hem zowel op PlayStation laten zien als op Xbox. Want ik ben me echt verbaasd over de problemen die je, of de dingen die je moet doen op de Xbox, jongens. Ik werd werkelijk helemaal gek toen ik die video zag. Maar ik ga het proberen zo dadelijk uit te leggen. Ik ga eerst de PlayStation behandelen, want die is gewoon lekker simpel. Stel dat je niet meer online kan komen en je krijgt steeds die foutmelding van could not download game save files van Rockstar. Dan moet je het volgende doen. Je sluit je knop, je pak je GTA 5, die sluit je helemaal af. Dus je doet je applicatie volledig sluiten. En dan ga je hem weer opnieuw opstarten. En op het moment dat deze mevrouw verdwijnt, dat het beeld zwart wordt, dit moment, druk je L1 en R1 tegelijkertijd ingedrukt. Dus L1 en R1 tegelijkertijd ingedrukt houden. En die blijf je ingedrukt houden net zolang tot je in het calibratiescherm aankomt. Dus blijf je ingedrukt houden net zolang tot je in het calibratiescherm komt. Nou, en dit is eigenlijk het enige wat je moet doen. Ja, je moet straks nog even accepteren dat je weer online wil door de, ja, weet ik veel, de policy van Rockstar te accepteren. Dus de regels van hun. Oké, nu kun je hier het calibratiescherm kun je inschakelen. Doe je confirm. En dan laat hij naar story mode. Oké, als er straks in story mode komt, dan zal ik je nog even laten zien hoe je in online komt. Maar dan wil ik het even hebben over dat van die Xbox. De Xbox die moet echt heel veel methodes doen. Die moet echt 3, 4, 5 stappen doen, zag ik. Ik zat een videootje te kijken van King Alex HD, die had ik. Ik heb zelf geen Xbox, dus ik weet niet hoe dat werkte. Maar ik was echt verbaasd, man. Je moet echt een heleboel stappen doen. Dus, dit wil ik jullie allemaal alvast meegeven voordat ik überhaupt de director mode ga uploaden. Want ik zit daar nog een beetje over te twijfelen, maar ik denk wel dat ik het ga doen, want je kan hem ook ergens anders vinden. En ik zie het natuurlijk al gebeuren dat jullie hem ergens anders zien en gaan proberen. En dat jullie halverwege ergens blijven haken en dat je nooit meer online komt. Dus daarom, dat is de reden dat ik deze video upload. Niet eens zozeer voor mezelf, maar gewoon meer om jullie te helpen dat je weer online kan komen. Want dat is echt een dingetje. En ik snap dat je, als je op een gegeven moment die melding krijgt dat je niet online kan, dat je hele zweterige eindjes gaat krijgen. Dat kan ik me echt voorstellen, ja. Yeah. Maar goed, dit is dus alles wat je eigenlijk op de PlayStation moet doen. Straks als je naar online gaat, moet je nog even wat accepteren. En dat is eigenlijk alles wat je moet doen op de PlayStation. Maar de Xbox is een heel ander verhaal. Oké, nou dan zullen we het nog even over hebben over die director mode. Die director mode glitch die uit is, daar kan je appartementen op kopen. En die appartementen die kan je dan weer verkopen als je terug bent online. Dus die koop je half in story mode en die verkoop je dan weer. En dan ga je gewoon geld mee cashen. Oké, we gaan hier play
Dan geeft hij online. Invertoon die sessie, klik ik aan. Are you sure? Ja, ja, weet ik zeker. Kijk, en dan krijg je deze melding. De game policies, nou, de online policies. Nou, die moet je gewoon niet lezen, maar vooral accepteren. En dan kom je online. Nou, dat is alles wat je moet doen voor de PlayStation. Dus dan ga ik hierna ga ik eventjes die van de Xbox met jullie doornemen. Ik laat gewoon de gameplay zien van King Alex HD. En ik zal daarbij zal ik mijn, hoe heet het? Een beschrijving erbij. De Nederlandstalige ondertiteling. Dat zal ik graag bij doen. Dat is misschien ook maar het allermakkelijkst. Ik wacht nog heel even tot hij online geladen is. En dan kunnen we weer gamen, jongens. Zijn we weer helemaal online. Kijk, daar gaat hij. Misschien dat je misschien nog een pakje aan hebt wat je normaal gesproken niet aan hebt. Een deleted pakje of zo, weet ik veel. Oh nee, nou, dat valt mee. Nou, daar zijn we weer. Ik zeg, yo, ja, hij doet het weer. We hebben nog steeds een kerstpakje, lachen man. We gaan even de video erbij pakken van King Alex HD. En dan ga ik het met een ondertiteling helemaal vertellen wat je daarvoor moet doen. Ik zeg, yo gasten, alvast Daddy Cool signing out. Happy getting online. For the Xbox One, how to fix your save data cannot be loaded from the Rockstar Cloud service at this time. If you ever get this alert, that means that you won't be able to go online at all. You are done, okay? And it is really, really hard to fix this problem. I'm telling you, I'm going to show you step by step how to fix this problem if you ever did get that blast screen alert. Because once again, this is actually for the people for the Xbox One that is doing the SP and MP, okay? So yeah, so if you ever did get that blast screen alert, all you have to do is end your game. Then once you end your game, you're going to go to management game and you're going to scroll. You're basically going to scroll down to save data. Okay, you're going to click on your name, your profile name. And basically, once you click on your profile name, you're going to delete from console. You're going to click on this one right here. Okay, so once again, I'm going to try to do it again. So I'm just going to click on my name and delete from console. Boom, there you go. My profile has been deleted from the console. That's good, all right? So what you're going to do is that the first time, you're going to basically, you know, start up GTA 5, okay? Once you start up your GTA 5, okay, you will get something that's called sync in data, okay? So I'm going to show you right now that you're going to get this, all right? So if you ever did get this sync in data, all right, you are going to cancel it. Yes, I said it. You're going to cancel it for the first time, all right? So this is the first thing. You're going to cancel it and then stop syncing. You're going to click on this, all right? Once you click on that, you are going to restart your GTA 5. Again, you're going to end it, okay? Just quit, all right? Boom, quit again, all right? And we're going to go to management game and check if your profile is still there. If it's not, you are good to go, all right? If it is, then delete from console, all right? And then start up GTA 5 for the second time. Yeah, this is actually the second time we basically start up GTA 5, okay? Now, you will get, once again, the syncing data, okay? You're going to cancel it and then stop syncing, all right? Going to cancel it and you're going to stop syncing for the second time, all right? Once you do that, you're going to end GTA 5 again, all right? So once you basically end GTA 5 again, you're going to start it up for the third time. Yes, I said it. You're going to start it up for the third time, all right? And then at this moment, okay, what you are going to do, once again, stop syncing, okay? That's exactly what you're going to do. You're going to basically cancel and stop syncing, all right? So, yeah, so stop syncing data, whatever, all right? So once again, we're just going to cancel it again for the third time. Stop syncing it, all right? And now what you are going to do after that, all right, you're basically going to let, you know, GTA 5 start up, okay? But before we start it up, all right, you got to make sure that you basically cancel syncing and then, you know, stop syncing. So as you can see, I got the corroboration. You're going to click continue, okay? Make sure you get that, you know, that display corroboration, okay? You need to get that, okay? And then click X or A to continue, all right? Now, we are going to wait until we get the prologue, okay? So once we get the prologue, okay, what you are going to do is you're just going to wait like at least like few seconds, okay? Once you wait for like few seconds, you're going to end GTA 5 again. You're going to end the game again, all right? So as you can see, this time we're in the prologue, and this time we're going to end the game again, all right?
Now we are going on to the fourth time. This is actually the fourth time, all right? Now, the fourth time, what's going to happen is that the sync in data will allow you to choose either you want to basically sync in data in the console or in the Xbox Live. So this time, the fourth time, it will allow you, you know, which one to choose, okay, from console or Xbox Live. I'm going to choose this one right here from console. And this time, you are going to let it sink in. Yes, I said it. You are going to let it sink into 100%, all right? So as you can see, I'm just going to try to skip this, you know, loading. It's going to load up to 100%. Boom. You are good to go. At this moment, you will get your loading data back, and you will also, it will allow you to go back to your online character. I just saved your life right there just by, you know, showing you step by step how to do it. All right, everybody. So once again, everybody, now at this moment, you are good to go. It will spawn you back on your character, on your loading data character right here. This is where I was, okay, in the beginning. All right. And now I'm going to go to online, and it will allow me to. Now, once again, once you click on online or, you know, online only session, you're going to get this policy, okay? You're going to basically accept it and then submit, and that's pretty much it. So, yeah. So, once again, everybody, it is that simple. It's going to take you to your online character. It won't give you that, you know, alert, the black screen alert. It will not allow you. Basically, it won't pop up, so you won't have no problem, okay? So, yeah, this is actually for people that are trying to do the SP and MP for the Xbox One, because you might mess up, and then this alert will pop up automatically, because as you can see, I was doing the glitch, and this popped up on me, and I just wanted to show you that because I was having problem myself. Trust me. So, yeah. So, right now, you are good to go. Once you go back online, boom, there you go. Now, you got your online character back and your saving data. It is that simple. So, once again, everybody, hopefully you did enjoy this video. Do not forget to hit the like button, subscribe to my YouTube channel, and I'll see ya next time. Peace.